Lekker sommen. Hoe zat dat? Nou, bijvoorbeeld 8 plus 5, als je die som had, dan, en dat is 13, dat weet je. En dan moest je soms moest je 13 uitrekenen. Die haken moeten er helemaal niet bij. Ik wou hem langer maken, maar dat moet ik niet doen voor het begin. En er was hier iets overheen gevallen, waardoor dit was weggevallen. En dan wisten jullie, aha, daar moet 5 staan. Nou, dit werkt ook een beetje zo. Maar nu zijn ze veel langer en dan maakt het gewoon wat ingewikkelder. En dan moet je gewoon zelf vlekken gaan maken. Wat doe je dan? Je kunt ook zeggen, je mag voor mij ook een soort van terugrekenen. Dat vind ik ook prima. Als jij ziet, oh, ik moet eerst doen 60 plus 20 is 80. Dan moet ik 80 delen door 5, et cetera. Als je dat ziet, hartstikke goed. Gewoon zo doen. Zie je dat niet? En dat zijn denk ik een stuk of 30. Hoe pak je het dan aan? Nou, dan ga je gewoon bedekken. En nou hoop ik dat hij gaat doen wat ik wil dat hij doet. Want dat is niet altijd. Ik ga nu even heel dit stuk bedekken. Want er staat een heleboel. La 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 la. Min 20 is 60. Ga ik eerst kijken. Wat zit hieronder? Nou. Hier heb ik dus iets. Eraf 20 is 60. Wat zit er dan in die black box? In die zwarte box zit dan 80. Dat kan niet anders. In die zwarte box moet 80 zitten. Dat kan niet anders, toch? Dus wat je eigenlijk weet nu, is dat wat er in die zwarte box zat, dat is 8 plus iets keer 5. Ja, dat is 80. Dat heb ik net gezien. Dat is 80, dat is wat eronder zat. Oh, dat heb ik hem stond. Op het teken. Dus dat weet ik. Dan gaan we nu kijken. Nu moet ik weer een stukje gaan bekijken. Nu moet ik gaan bekijken 8 plus 5 keer iets. 8 plus iets keer 5 is 80. Dan ga ik het stukje met de vlek, zeg maar, met de puntjes ga ik weer bedekken. En nu ga ik kijken, oké, iets keer 5 is 80. Wat zit er in de black box? Wat zit er in de black box? Nou, dan doe je 80 gedeeld door 5. En je kunt in dit geval ook proberen. En dan zul je zien, 16 keer 5 is 80, hè? Want 5 keer 10 is 50, 5 keer 6 is 30. Dan kom je dus uit op 80. Dus je weet wat er in de black box zit. Dat is 16. Dus weten we eigenlijk dat dit 16 moet zijn. Dat moet wel, anders klopt hij niet. Dat moet 16 zijn. Dus 8 plus iets is 16. Ja, dan kan er maar één ding mogelijk zijn en dat is 8. En dat is hem. Dit is lastig in het begin. Het is een kwestie van vaak doen en dan krijg je er een handigheid in. Ja. Ik hoop dat het lukt. Lukt het niet, kan ik me daar heel goed voorstellen. En dan gaan we echt nog vaker oefenen. En ik vind ze eigenlijk te lang voor de eerste sommen die jullie krijgen. Aan de andere kant, jullie zitten ook in de VWO-brugklas. Dus jullie kunnen wel heel veel, heb ik al gemerkt. 12 gedeeld door 3 is gelijk aan 21. We gaan even kijken. Waar moet je nu gaan rekenen? Nou, als we gewoon eens even kijken naar de som. Hier zit een onbekende. Die moeten we gaan uitrekenen. Dus iets min 3 keer 4 plus 12 gedeeld door 3 is 21. Je ziet eigenlijk een heel groot stuk van de som staan. Eigenlijk zou je 3 keer 4 daarvan weten, ja dat is 12. Van deze weet je, ja dit wordt plus 4, want 12 gedeeld door 3 is 4. Dus eigenlijk staat in dit sommetje een zwarte vlek eraf 12 plus 4 is 21. Dat staat er eigenlijk. Ja, en nu kun je gaan bedekken weer. En nu kun je gaan kijken, oké, dit stuk weet ik. Ik gooi er even weer een zwarte vlek op. Iets plus 4 is 21. Dus iets plus 4 is 21. Wat zit daaronder? Zo kun je het doen. Maar je moet, dus dan gaan we eerst even kijken. Wat wordt dat? Nou, wat wordt dat? 21, eraf 4 doe je dan, hè? Doe je het omgekeerde. Iets plus 4, ik ben mijn muis aan het schrijven, dan schrijf ik mijn... Schrijf het niet zo netjes. En dan kom je dus uit op 17. Dus in die black box zit 17. Dus we weten nu. Dit stukje is 17. Kijk maar. 17. Dus je moet het bedekken. En dan kan je ook best met een papiertje doen. Iets plus 4 is 21. Dat moet wel 17 zijn. Dus we weten nu. Dat. Oh, zo. Iets eraf 12 is 17. Nu heb je de neiging, denk ik. Om 5 te zeggen. He, want 5 eraf 12, dus je hebt de neiging om 5 te zeggen, maar dat is niet. Hoe doe je dit nu? Nou, bedek hem maar weer eens. Je hebt ergens 12 van afgehaald en toen kwam je op 17 uit. Dus je hebt ergens iets 12 van afgehaald en je kwam uit op 17. Wat is dat dan geweest? Ja, 29.
Dat is de enige die klopt. Dus daarom is het 29, et cetera. Dus kijk ook eerst of je bij die lange sommetjes, bij die lange sommen, kortere sommetjes even alvast korter kan schrijven. 12 gedeeld door 3 kun je alvast uitrekenen. Dat scheelt een hoop gedoe. Want deze is makkelijker te vinden dan deze. En dat geldt hier ook weer. Hier is dat ook weer aan de hand. Nou, dan gaan we weer. Dan gaan we naar C. Ik vind ze erg pittig voor jullie. Dus maak je geen zorgen als je dit echt heel lastig vindt. Dit zijn echt hele pittige. 27 gedeeld door 3 plus puntje, 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 puntje. Keer 4. RAF 7 is gelijk aan 38. Nou, we gaan eerst even kijken. Hier zie je een kort sommetje wat je even al korter kan schrijven. Je weet al dat het 9 is. Dus eigenlijk staat hier 9 plus iets. En dat iets is, moet je keer 4 doen. En daar moet je dan 7 afhalen en dan kom je uit op 38. Nu pak ik weer die black box. Die puntje, puntje, keer 4, die ga ik even bedekken. 9 plus iets, eraf 7 is 38. Wat moet hier dan staan? En dat is lastig voor jullie, denk ik. Je kunt ook dan zeggen, weet je wat, ik maak die box groter. Ik maak hem groter. Ik doe dit allemaal eronder. Oh, ik wil het hier vooraan komen, maar dat doet hij niet. Oh, dat is jammer. Dat je zegt van nou, ik doe hem helemaal, helemaal bedekken. Dat je eerst naar dit hele stuk gaat kijken. Ik denk dat het voor jullie makkelijker is. Dan krijg je dus iets eraf 7 is 38. Wat zit er nu in die zwarte doos? Wat zit er in die zwarte doos? Je hebt ergens 7 van afgehaald. Je komt uit op 38. Dan had je dus 45. Want 45 min 7 is 38. Zie je dat? Als je 7 van afhaalt, kom je uit op 38. Dus die zwarte doos, zeg maar even simpel gezegd. Die black box, die is 45. Net laten zien, hè? Met dat sommetje. Dus wat hieronder zit is 45. Dat schrijven we dan op. Hoppatee. Ja. En nu kunnen we gaan zeggen 9 plus huppeldepup is 45. Dan ga je weer het stukje bedekken met de vlek, zeg maar. Dat doe je steeds bedekken. En dat stukje maak je steeds kleiner. Je maakt hem in het begin is die heel groot. En dan maak je hem steeds kleiner. In iedere stap maak je dat wat je doet bedekken een stukje kleiner. Zo. 9 plus de black box is 45. Wat zit er in die zwarte doos? Ja, 9 waar je iets bij optelt en je komt uit op 45. Dan heb je dus eigenlijk dit sommetje. 9 plus puntje, 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 puntje is 45. Sorry. Dan heb je dus 36. Want 9 plus 36 is 45. Zie je dat? Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, is een soort van vergelijking oplossen. Dat krijg je pas in de tweede klas. Dus nu willen ze dat je doet met logisch nadenken. Dus in de black box zit 36. Met andere woorden, nou weet ik niet of ik dit kan veranderen. Nee, dat kan ik zo niet veranderen. Dus iets keer 4, dit moet zijn 36. Anders klopt hij niet. Dus we weten nu, iets keer 4 is 36. Wat moet dat iets dan zijn? Ja, er is maar één mogelijkheid voor. 9, want 9 keer 4 is 36, dus hier vul je 9 in. Het kan echt anders hoor, maar dit is een manier die het makkelijkst voor de leerlingen te volgen is, die het heel moeilijk vinden. Vergelijk me oplossen ga je nog krijgen. Dat krijg je nog. Dus je gaat hier een veel makkelijkere manier voor krijgen. Het liefst zou ik jullie leren, maar dat is eigenlijk te vroeg voor jullie. Dan gaan we naar de laatste. Weer zo lange. 5 keer 18 eraf. Puntje, puntje, puntje. Plus 7 keer 4 min 3 is 45. Nou, die keersom, die kun je kort schrijven. Ga nog niet die minnen allemaal doen, maar de keer- en de deelsommen, die kun je alvast uithalen. Want die gaan namelijk ook voor. Dus hier staat eigenlijk plus 7 keer 4, dat is 28. Dus hier staat eigenlijk 28. Dus eigenlijk heb je het sommetje 5 keer iets. Plus 28, half 3 is 45. Nu ga je de zwarte doos weer gebruiken. De black box, daar gaat hij weer, hoppatee. En die gaan we steeds kleiner maken. We beginnen zo groot mogelijk. Zo groot mogelijk. Wat zit er onder die zwarte doos? Wat zit er in die zwarte doos? Ja, min 3 is 45. Iets eraf 3 is 45. Dan zat je dus op 48. Want 48 min 3 is 45. Dus we weten dat wat hieronder zit, dat is 48. Dan halen we hem weg. Haal hem even opzij. En dan zien we, wat is dan 48? Ja, 5 keer 18 min iets plus 28. Dat is 48. En dan gaan we weer opnieuw. Dan gaan we dit weer bedekken.
En dan wil ik hem echt niet meer afmaken, zodat jullie hem ook even nog zelf kunnen bedenken. Kijk, iets plus 28 is 48. Wat had je dan? 20. Dus wat hieronder zit, dat is 20. Dan gaan we weer weghalen. We halen hem weer weg. En dan krijg je dus, even je plek maken om te schrijven. Dit mag je wel allemaal met losse sommetjes doen, dat anders voor jullie geen doen is om uit te leggen. 5 keer 18 min iets is 20. Dat weten we, hebben we gezien, hè? Bedek dit stukje maar eens. Dan zie je 20 plus 28 is 48. 5 keer iets is 20. Dan moet dit wel zijn 4. Want 5 keer 4 is 20. Wat staat er op die puntjes als dat 4 is? Ja, dat kan alleen maar 14 zijn. Want 18 min 14 is 4. Dus we vullen hier 14 in. Heel moeilijk. Niet mee zitten als dit in het begin allemaal niet lukt. Ja? Oké, dan gaan we door naar de volgende som. Dus ik ga deze stopzetten.